De toekomst van het Speelgoedmuseum. Daar ging het afgelopen maandag over tijdens het Politiek Café. Op tafel liggen twee concrete initiatieven voor een nieuw eigentijds Speelgoedmuseum in Deventer. Er valt dus wat te kiezen. Zo is er het plan van Stichting Eigentijds Speelgoedmuseum en Meer, kortweg CSM, om in de huidige bibliotheek aan de Brink een modern en eigentijds speelgoedmuseum te creëren. Anderzijds heeft Evert-Jan Egging, directeur van de NV Bergkwartier, ideeën om in de Mariakerk het Deventer Speelkwartier te realiseren. Een plek waar kinderen kunnen spelen, leren en ontdekken. Ook in deze plannen is voor de collectie van het huidige Speelgoedmuseum plek ingeruimd. Laat ik eerst eens vragen, Jan Luchter. Waarom heb je hier zoveel ingezet? Omdat ik van mening ben dat Deventer, die de grootste speelgoedcollectie van Nederland heeft, de ambitie ook moet hebben om een eigentijds speelgoedmuseum op een goede plek te realiseren. Zowel en omdat dat een, niet alleen een lokale, maar ook een landelijke aantrekkingskracht heeft. Ze heeft niet alleen een culturele betekenis, maar het heeft ook een economische betekenis. Zeker als je het op een goede manier invult, krijg je veel meer herhaalbezoeken. En ik vind dat Deventer op zijn minst één museum moet hebben. Ja. Nou, hoe zijn wij op de Mariakerk gekomen? Zijn we op het Speelgoedmuseum gekomen? Door twee dingen. We hebben meegedaan aan het Deventer verhaal. Ja. En dat Deventer verhaal vonden wij letterlijk ook echt een goed verhaal. Ik bedoel, het is in de tijd door de wethouder geïnitieerd, denk ik. En die heeft daar een nieuwe fase willen inluiden door de musea wat meer door de stad heen te brengen. Nou, dat vonden wij een fantastisch mooi plan. Uitgangspunt was geen vastgoed. Dus toen ik dat hoorde, dacht ik van nou, dan moeten wij maar kijken of we daar niet op de een of andere manier iets op kunnen bedenken. Maar ook wel zo creatief dat het anders is dan anders. En het ook gewoon veel, ja, wat meer out of the box is als gemiddeld genomen een museum oogt. Wat is het belangrijkste verhaal wat je te vertellen hebt? Belangrijkste verhaal? Wat is het verhaal wat je daar dan kan vertellen? We hebben een prachtige collectie. Ik had afgelopen donderdag het genoegen om een kijkje te nemen in het depot, wat overigens in Zwolle zit. Maar goed, dat weet ik niet. Maar daar liggen dus al onze spullen. Het zag er al prachtig uit. Daar zag ik echt inderdaad ongelooflijk veel dozen met speelgoed, wat we nu niet kunnen zien door omstandigheden. Wat is het verhaal wat je daar dan nog weer mee wil vertellen? Je wilt twee dingen doen. Je wilt kinderen informeren door dingen te laten zien over spelen in het verleden. Overigens is het ook heel interessant voor ouders en grootouders. En je wilt daarnaast dat er veel doe-activiteiten voor kinderen zijn. Dat ze een hands-on museum, waar je dus echt met speelgoed kunt spelen. Ja. Wat nu heel, in de huidige ruimte gewoon heel beperkt mogelijk is. En je wilt helemaal aansluiten bij de nieuwste ontwikkeling op het terrein van spelen, gaming, etc. Ja. Dus je brengt een hele tijdslijn van verleden, heden en toekomst, breng je in die fantastische locatie bij elkaar. Ja. En het grote voordeel is dat je de activiteiten binnen heel mooi kan koppelen aan activiteiten buiten. Spelen op de Brink functioneert al 20 jaar, overigens als particulier initiatief gerund door vrijwilligers. Ik zie helemaal voor me dat we een Kids op Stelten hebben, zo net voor of net na Deventer op Stelten, waar je dus binnen dingen kan maken en buiten weer dingen kan doen. En ik vind het grote voordeel van de locatie aan de Brink dat het de eenzijdigheid van de functies op de Brink op een hele mooie en hele vriendelijke manier doorbreekt. Ja. Ik is alleen dat wij uitgaan dus van een relatief lage huur. Je praat over een huur, als je hem door elkaar rekent, zit die bij 130 euro de meter, dus dat is een lage huur. Helemaal klaar, dus helemaal turnkey ingericht bij wijze van spreken. Met het voordeel dat je daardoor direct en ook heel snel aan de bak kan. Want we hebben in principe de infrastructuur gewoon eigenlijk klaar. Ik bedoel, die kerk staat er. Ja. Beneden wordt het trouwens over een super gaaf restaurant met een museale functie open naar de binnenplaats. Dat vind ik ook een enorme voordeel van het hele plan. Dus je gaat een aantal klappen in één doen. Maar het voordeel is wel, we hebben eigenlijk die vergunning allemaal vrij snel voor elkaar. Onder doorgang is er. We kunnen zo meteen naar die binnenplaats. Hebben we al afspraken ook met monumentenzorg gemaakt. Dus als je op een gegeven moment wil, kun je heel snel met dit plan opstarten. En kun je ook heel snel open. De gemeenteraad moet zich nog buigen over de plannen. Maar ook het college van BMW heeft nog niet een uitspraak gedaan. Wel is vorig jaar het Deventer verhaal, erfgoed en meer, opgezet.
Deze organisatie houdt zich bezig met het roerend en onroerend cultureel erfgoed. Van toen, nu en straks. Met als doel te vernieuwen en meer te richten op een breed publiek van binnen en buiten Deventer. We zijn daar de kunst op die aan het zetten, dat is alles. Ja. Dus dat gaat gewoon op tijd komen, dat is helemaal geen probleem voor de rest. De besluitvorming, en dat is wel een beetje een ingewikkeld punt, de besluitvorming over het speelgoedmuseum, een nieuwe stijl met de initiatieven, dat is inderdaad een initiatief van de Raad. Ja. Dat is in die zin ook echt wel een besluit van de Raad. En wat volgens mij van belang is, voordat ik überhaupt wat zeg over, is dat we het goed doorrekenen. We zien het nu ook vanavond, we horen dingen over hoe we het exploitabel kunnen krijgen. Dat is echt een ingewikkeld ding. Ik geloof ook heilig in dat je een museum niet, behalve als je een grote geld, zoals Moor, een grote geldschieter hebt, dat je dat niet zonder dat de gemeenschap er mede in investeert, je dat kan exploiteren. Ik geloof zeer in de kracht van vrijwilligers, maar ik geloof ook zeer in de kracht van professionaliteit. Ja. En ik denk dat het voor de landelijke uitstraling van een nieuw museum, dat het ook van belang is dat die professionele houding voor zo'n museum ook wordt gegarandeerd. Ja. En ik denk ook dat het van belang is dat we goed kijken naar wat nou de daadwerkelijke uiteindelijke cijfers zijn, zowel voor huur als voor personeelslasten, als met name ook voor collectiebeheer, wat echt een belangrijke taak is. Je hebt depotkosten, je hebt collectiebeheer, je moet ervoor zorgen dat er ook daadwerkelijk conservatoren aan het werk zijn, die daar goed mee aan de slag kunnen, en je moet een project ontwikkelen, want anders is het natuurlijk niet veel nieuws dan nu. Wij hebben het Deventer verhaal van ons afgeorganiseerd. We hebben er een zelfstandige organisatie van gemaakt. En dat betekent dat we als college, en eigenlijk ook de raad zou ik zeggen, niet het initiatief en dus ook het maken van het plan opeens weer naar binnen moeten gaan halen. Nee, dat ligt bij anderen. Ja. Natuurlijk, op enig moment komt de geldkwestie aan de orde. En zul je moeten gaan afwegen. Ja. Dus ik heb gezegd, veel waardering voor de initiatieven. Maar ik wil ook niet steeds de ja maar zeggen worden. Ik hoor, en nou zit ik toch in die ja-maar-rol. Natuurlijk, ik vind het idee en de wijze waarop Sesam erover praat, kan ik mij er iets heel veel bij voorstellen. En tegelijkertijd denk ik, ja, maar voordat je tot besluitvorming overgaat, of dat nou het college is of de raad, ja, dan wil ik wel eens weten of die speelgoedfabrikanten, niet zoals het nu in het stuk wat we hebben gekregen staat, wij verwachten dat. Nee, zeggen de speelgoedfabrikanten ook, ja, als jullie dat museum gaan bouwen, dan staan wij daar met ons nieuwste speelgoed. Wij verbinden ons daaraan, net zo goed als Saxion zich wel heeft uitgesproken en de universiteit ook heeft gezegd, ja, we willen een partner worden. Maar, en het maken van tentoonstellingen, het bouwen van een tentoonstelling, want je wilt niet jaar in jaar uit dezelfde tentoonstelling hebben. Nee, dat moet wisseling komen. Dat kost geld. Die hele exploitatiekosten, die worden nog niet genoemd in het verhaal. Terug, ja. En weet even dat ik vind zelfs 80.000 bezoekers van Sesam aan de optimistische kant. Fundatie haalt 80.000 met een professionele staf van meer dan 15 mensen. En je moet ook in het land wel wat voorstellen. Wil je mooie collecties hier naartoe te mogen halen? En ja, Deventer heeft een vrijwilligersorganisatie en een drive om met vrijwilligers te werken die buitengewoon goed en hoog is. Moet je ook gebruik van maken, maar je zult professionals nodig hebben. En die kosten heeft ook Evert-Jan Egging gezegd, ik ga kant-en-klaar, turnkey aan jullie aan Deventer verhaal leveren voor €40.000. Nou, hij heeft daarvoor doorgeleerd, 40.000 is waarschijnlijk niet veel voor die ruimte. Maar dan komen de kosten nog. En dan voor het beheer, en voor het bouwen. Ja, dus samenvat het ook, u heeft nog veel vragen. Ja, en ik realiseer mij dat de gemeenteraad op enig moment toch een besluit zal moeten gaan nemen als ze het willen. En daar begint het altijd mee, daar ben ik met Jan Bucht eens. Dat gaat in de tonnen lopen. Er worden hier nou ineens alsof je over gigantische bedragen praat. Ja, 7,5 ton, dat lijkt wel heel erg veel geld, maar dat die fietsenkelder die daar gemaakt wordt, kost 10 miljoen. Het is volgens mij, meneer de wethouder en lieve gemeenteraadsleden, een kwestie van kiezen. Wil je het wel of wil je het niet? Je moet op een gegeven moment nu die plannen zoals ze nu liggen, moeten doorgelicht worden, moeten bekeken worden. Die moeten tegen de exploitatie van het verhaal worden afgezet. Dat is voor de hand liggende plan. Het verhaal dadelijk aan het eind van de week beide plannen gepresenteerd gekregen en gezien. Laat die op relatief korte termijn gewoon een rekenexercitie doen. Dan laten we dan als raad bij elkaar komen met die informatie. Maar om nou de partijen of vervolgens de opdracht geven, doe je huiswerk beter, dat vind ik eigenlijk een bijna onmenselijke vraag. We hebben over 2 weken de laatste vergadering van dit seizoen. Ja. Dan is er een reces. Dan besluit je niet eerder dan september, begin oktober. En ik zou dat als een doelstelling willen formuleren.
Maar dat hebben we ook vorig jaar als raad afgesproken. We hebben gezegd, laat er plannen komen. Die plannen zijn er nu. Er zijn gelukkig twee leuke initiatieven. We hebben ook gezegd, er moet een goed bedrijfsplan onder. In september kunnen we die pitch houden. En dan kunnen we besluit nemen. En of het haalbaar is, dat zal blijken. Ik ga geen koffiedik kijken. Maar ik ben wel de optimist die zegt, laat maar eens even zien wat er is. De intentie is steeds geweest om de speelgoedcollectie als zelfstandige entiteit te behouden, bij voorkeur op een mooie plek. En die intentie is er en ik denk dat we daar ons ontzettende best voor kan doen. En niets is onmogelijk, dus we wachten het af. Nee, we gaan ervoor. Sorry. Foutje. Kunt u, meneer Hartogijs, kunt u de, zeg maar, de plannenmakers nog een beetje helpen met dat verdieping waar u ook zo naar op zoek bent? Sorry, of ik ze kan helpen met... Met het verder verdiepen van die plannen waar u ook zo zelf naar op zoek bent? Nou, ik heb vanavond begrepen. Kijk, ik denk niet dat wij het vanuit de ambtelijke organisatie nu het plan moeten gaan schrijven. Dat wil de raad niet, dat willen wij niet. Nee, dat is wel anders dan dat wat Beb Spaar heeft gezegd. We moeten kijken of er ergens middelen te vinden zijn. En eens kijken of die twee initiatieven op onderdelen verder doorberekend of gerekend kunnen worden, zodat de raad op het juiste moment... Nee, we begrepen van meneer Van der Meer, die heeft één reken, meneer, of mens. Maar u heeft er in ieder geval wat meer, kunnen u op die manier helpen? Een heleboel reken mensen. Maar dat is op dit moment niet de vraag. Wat ik nu zie is dat het de ambitie redelijk breed gedragen wordt eigenlijk door degenen die hier zijn, zowel bezoekers als ook vanuit de raad. Ja. En wat mij ook verheugt is dat de raad zich heel goed realiseert welke beslissingen ze anderhalf jaar geleden hebben genomen, of ruim een jaar geleden heeft genomen, en ook niet wegloopt voor die verantwoordelijkheid. En hem niet direct automatisch op het bordje van het college. Natuurlijk zullen wij daar een rol in spelen en weet precies hoe wij daar op zich tegenover staan. Maar ik vind het wel prettig om te horen dat de raad ook zegt, ja, wij hebben toen besluiten genomen, afspraken gemaakt, en daar moeten we nu niet voor weglopen.